iedereen van harte welkom bij de allereerste aflevering van Gomos TV. Gomos TV? Ja, Gomos TV. In deze tijden, moeilijke tijden, ja, moet je toch wel verzinnen. Wat gaan we doen bij Gomos TV? Nou, we gaan in ieder geval hebben de Piet Fransen trofee. En de Piet Fransen trofee, Piet Fransen stond bekend als de melkboer, hebben we boterkaas en eieren hier aan de linkerkant. We hebben ook de Johan Neeskens trofee. De Johan Neeskens trofee is een speler uit de jaren 70 die verschrikkelijk hard kon schieten en ook heel zuiver. En we hebben nog de Hooghout trofee. En nog een vrijwilliger, dus ja, we hebben het hartstikke druk hier bij Gomos. Maar we gaan beginnen met de Piet Fransen trofee met twee geweldenaars, Rolf en Geert Laurens. Nou, ik zei met Geert en Rolf. Geert, ik zei je achternaam verkeerd, hè? Ja, het is Louters, met OU. Oh, sorry. Ja. Nou ja, maakt ook niet uit. Ja, maakt niet uit. Huh? En dit is natuurlijk Rolf Hofstegen. Hofstegen. En jongens, het is heel erg simpel. Ouderwets spelletje, kruis. En degene die wint, dus degene die drie op een rij heeft, drie kruisjes, drie nulletjes, die gaat door naar de volgende ronde. Rolf, heb ik een kruis neergezet. En Geert, jij krijgt een nulletje. Ja. Het lijkt me heel leuk, en dat moet ik ook even uitleggen, of leuk, we moeten wel even in de gaten houden, de afstanden en dergelijke, hè, dat we uit elkaar blijven. En ja. Als hij een keer een goed schot aflevert, de kans is natuurlijk heel erg klein, hè, dan we elkaar niet onderhaald vliegen of weet ik veel wat. Ja? Geert, jij mag beginnen. Ja. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor, vanuit de middenlijn, wat is? Nou, dat lijkt me een mooi afstandje. En als ik de... Kom jij zo ver? Nou, ik kom wel zo ver, maar als ik de camera maar raak, dan krijg ik gewoon een spul. Nee, als hij via de cameraman, hè, misschien leuk te vertellen, Jasper Boer is de cameraman. Als het via de cameraman boven, als hij er gewoon in gaat, is het nog beter. Ja. Maar goed, gezien jouw geschiedenis, wat ik gehoord heb, ja, dat komt helemaal gaat helemaal niks van. Wat een eindje geleden. Oké, okay. Ja, nou, wacht nog. Dus nou moet de camera, die moet even daarop. Nou, heel veel succes Geert. Succes Rolf, hè? Ja, jij ook. Veel plezier. Daar ging die doorheen, door het midden of niet? Door het midden, ja. Zeker weten. Een nulletje in het midden van Geert. Nou, in ieder geval knap dat je gescoord hebt. Ja. He? Maar als ik wel een verhaal zou horen over jou. Beetje geluk, hè? Nou, de druk ligt bij Rolf, ja. Nu al gelijk. Dan gaan we hem neerleggen, hè? Oh, slim. Slim. Een kruisje onderin. Ga je gelijk van rechtsboven? Rechtsboven? Oh. Die is ook goed. Ja, die is ook goed. Dat was minder boven. Maar even een tussenstand, hè? Want we hebben nu een nulletje, nulletje, ja. En een kruisje daaronder. Dus jij mag hier onderin niet meer schieten. Nee. Ja, dus je moet een andere vak uitzoeken. Rolf. Linksonder. Ja. Oh. Dan krijgen we dus een hele mooie situatie, want je weet waar je nu moet scoren. Dan moet ik in de verdediging nu, hè? Ja, je moet in de verdediging. Rechtsonder moet je scoren. Nou, hè, Rolf. Ja, dat kan, hè. Boter, kaas en eieren. De kans is de eerste winnaar bij Gomos TV. Nou, kan je worden nu? Kan. Wel druk, hoor. Yo! Hey, Rolf. Ja, lekker, man. Wees dit, jongen. Dankjewel. Oké, eerste onderdeel. Heel duidelijk gewonnen door Rolf. Maar ja, dat staat ook in de lijn der verwachtingen, natuurlijk. Ja, ook een onderdeel in Gomos TV is... Wel bist u dan die Gomos? Nou, dat is gelijk mijn vraag. Ik ben Rudy Huts. En wat doe je bij Gomos? Ik ben vrijwilliger rechtsbestuur. Ah, ja. Dat zijn mijn favoriete personeelsleden. Ja, dat geloof ik graag. Ben je hier geboren in Noord? Nee, ik ben van oorsprong geboren in Groningen. In Groningen, waar? Ja, in Kraamtunie, huis Tavernieren. Oké. Okay. En daarna gelijk weer getransporteerd naar Roden, waar mijn roots ligt. Nou ja, dat kan je ook niet zien doen. Nee. Helaas niet. Hoe lang is dat geleden? Dat is 49 jaar geleden. 49 jaar geleden. Dat zou je niet zeggen. Nee, dankjewel. Je lijkt ouder. Ja. waarom ben je bij Gomos terechtgekomen? Waarom ben je bij Gomos terechtgekomen? Ja. Uiteindelijk... Want er staat ook een tussenstapje, hoor ik bij Rode. Ja, Rode. En als je Rode hier noemt, dan heb je wel een achtersteintje. In die tijd wou ik gaan samenwonen met mijn toenmalige vriendin. In Norg kon ik goedkoop een huisje krijgen. Dus hebben we hier een Norg huis gekocht en zodoende zijn we hier in Norg terecht gekomen.
Nou, en na wat jaren een beetje onbezwerfd hebben, denk ik van nou, laat ik eens een voetbalclub opzoeken. Ja. En dat is een Gomos geworden en daar ben ik als vrijwilliger begonnen. Wanneer ben je begonnen? Waar het er al in over gaat, eigenlijk is er 25 jaar geleden, dat telt niet helemaal, toen hadden ze een 50-jarig bestaan en toen heb ik een mascotte van de club geschilderd. Ja. Geschilderd. En die eend hebben we geschilderd, zeg maar. Nou, en zodoende ben ik bij Gomos terechtgekomen. Een tijdje ertussen gezeten en een jaar of 15 terug, denk ik, ben ik actief vrijwilliger met onderhoud en dat soort dingen. Oké, je hebt onderhoud gedaan, je staat nu achter de bar. Ja. Heb je ook zelf gevoetbald? Ik heb een poging gedaan, of het voetballen is, weet ik niet, maar ik ben begonnen bij Gomos met voetballen bij het 45 plus team, zeg maar. Nou, en uiteindelijk is dat opgehouden omdat te weinig mensen hadden. Toen ben ik bij 35 plus gekomen en volgens mij kunnen daar eigenlijk nog wel mensen bij, want het team is volgens mij niet helemaal compleet zodat we volledig nog aan de bak kunnen met 35 plus. Oké, nou ja. We nodigen altijd iemand uit bij Gomos, een vrijwillig uitnodigen, dat is hartstikke leuk, want die zijn ontzettend belangrijk. De grote vraag is natuurlijk, kunnen ze ook voetballen? En dat is de volgende challenge, dat is de hooghout challenge. En je krijgt twee pogingen. Het grote voordeel is, jij begint natuurlijk, dus je staat altijd even op kop. Maar je krijgt twee pogingen. Okay. Hoe vaak ga je hem hoog houden, denk je? Nou, één keer gaat het lukken. Eén keer gaat lukken. Nou, Rudy, zet hem op, jongen. Twee pogingen krijgen. 1, 2, 3, 4, 5 keer. 5 keer is al een leuk begin. 5 keer is een leuk begin. Nou, dan moet je boven de 5 keer uitkomen, Rudy. 1, 2. Oké. Hey Rudy, geweldig gedaan. Bedankt dat je hier gewoon bent. En je bent koploper. Gefeliciteerd. Ja, dank je. Ja, dan gaan we nu door met de Johan Neeskensbokaal. En wat betekent Johan Neeskensbokaal precies? Nou, we hebben hier twee ballen liggen. Heel ver weg staat een Gomos-gootje, of in ieder geval de Gomos-vlag zit erachter. En zij moeten gewoon zo snel mogelijk, in zo min mogelijk beurten, moeten zij de bal in de gootje schieten. Degene die dat in zo min mogelijk beurten doet, gaat door naar de volgende ronde. Rolf, ja. Ik zag je net een beetje schieten. Jij voetbalt. Ik voetbal nog wel. Nog steeds? Ja, zeker. Gomos 4. Gomos 4? Ja. Heb je ook in de eerste gespeeld? Anderhalve wedstrijd. Anderhalve wedstrijd? Ja, wat ging er mis? Ik denk dat ik het talent niet heb. Nee, net niet. Nee. Maar 4 is wel een legendarische elftal. Ja, zeker. We zouden dit jaar een echte spits erbij krijgen, maar ja, die haakte af in het begin van het seizoen. Ja, dan moet je met die dikke doen. Ja, ja. En die komt niet vooruit. Daar hebben we gelijk met de camera ja. van gemaakt. Ja, dat is beter. En jij, Geert? Wat was het hoogste waar jij in gespeeld hebt? Ik heb één keer Gomos 1 gehad, maar dat was 10 minuten. Oké, waarom met 10 minuten? Nou, we hadden toen Martin Koos, hebben we toen als dat is mijn trainer geweest, trainer Koos. Ja, ja. En dat is een kromme poot. En ik zei tegen Martin, ik zei, mag ik ook een keer meedoen met Gomos 1? Toen was het eerste, die was al kampioen. Ja. Kom ik op donderdagavond, kom ik in de kantine, staat mijn naam bij de opstelling. Ah, mooi man. Ik was dood zenuwachtig. Ja. Maar wel met Adams en met Oudemar. Centraal op het middenveld, okay. De spitsen, dus... Ja, maar oude maar even pad gekregen, hè, maar gewoon, die heb jij niet, hè? Nee. Nou, het waren 10 fantastische minuten. Het was geweldig. Mooi. Ja, oké, okay. Nu gaan we naar de volgende challenge. Ik denk dat ik jou laat beginnen. Ja, dus de bal moet in het goalje daar heel ver op. Ja. Succes. Dankjewel. Ja, je hebt twee linksboten, hè? Oh, netjes, man. Ja, maar hij komt nou precies achter het muurtje. Ja, maar dan kan je hem overheen, Wim. Oh, dat wil ik. Oh, super. Heel mooi begin, Rolf. Nou, dan komt hij. Oh. Nou, zet hem op. Oh, wacht. Even. Bij het voetbal, hè? Ja. Oh! Ah, ik wou net zeggen, je begrijpt het wel, hè? Hoe krijg je het ook voor elkaar, Geert, dat jij nou uitgerekend hier stilstaat? Na je eerste trap. Ja, het kwam ook een beetje door de wind. Het waait ook behoorlijk vandaag. Nou moet je dus heel goed timen. Ja, als een kindje achter is, moet jij schieten. En als je kindje raakt, nou moet de moeder die... Ik speel op 7, denk ik. Oké, jij gaat op 7. Oké. Ik wil even weg. Kom maar. Ja, wil wel, hoor. Ik denk dat het wel wil. Nou, zet hem op, Geert. Zo ja. Oh, die ik wel. Het is een klein stap voor de mens, maar een grote stap voor de mensheid. Ja. Weer 3 meter vooruit, Geert. Ja. Heerlijk, man. Nou, Rolf,
Jou ligt ook klaar. Ja. Nou, hij ligt wel lekker. Hij ligt, heel lekker. Welke doen we eerst? Oh ja, Geert moet nog een keer, sorry. Ja. Die ligt vers weg. Deze moet jij op een veldje kunnen krijgen. Denk je niet? Gewoon zo hard mogelijk en zo hoog. Even een puntetje, denk ik. Ja, ollewets puntetje. Slim, slim. Maar hij ligt daar rechts en links is het goaltje. Ja, dat is geen verkeerde, Geert. Ik ben trots op je. Ik ben ook trots op mezelf. Nou, Rolf. Ja. Even kijken hoor, ik zeg buitenkant links. Keurig zo. Ja. Jongen. Ja. Nou, hoe krijg je het nou weer voor elkaar, Geert? Ben je linksbenig? Ik ben linksbenig, dus hij gaat dan aan die kant bij de paal langs en dan gaat hij... En je staat bij Nunebed. Ja, dat komt wel goed. Ja? Maar hij moet er nu in. Hij moet erin. Want Rolf, die ligt hier rechts, ja, die ligt gewoon klaar. Ja, maar Rolf, die heeft hem ook nog niet gemaakt. Hij heeft hem nog niet gemaakt. Ik ken hem langer dan vandaag. Ja. Dus, zet hem op. Ik denk dat de druk voor Rolf te groot was. Ah, jammer. Nou, Rolf. Voor de linker kruising. Hoe groot is de druk nu? Ja, best wel. Ja. Zullen we eerst de winnaar dan? Ja, nee, maar je staat met boterkaas en eieren staan bovenaan. Ja. Ben je door naar de volgende ronde? Ja. Als deze erin gaat, dan ben je eigenlijk al een beetje een held bij GOMOS. Bijna wel. Ja. Ja. Nou, voor, één dag, voor één dag. Ja, nou ja, in ieder geval een week. Zo! Ja. No. Ja. En weer heeft Rolf gewonnen. Ja, keurig. Gefeliciteerd, Rolf. Verdiend. Ja. Ja, het laatste onderdeel is hoog houden. En Rudy staat bovenaan de 5 keer. Geert, dat moet volgens mij kunnen. Ja, maar dit is ook al ongeveer een hele tijd geleden. Ja, nou, 5 keer is een vijf poging, hè? Ik denk dat het 3 jaar geleden is ongeveer, maar... Oké, okay, je dek je alvast even in. Ik dek er gewoon in. Oké, okay, nou, succes! Geert, 1, 2, 3. Oeh, oh, uit elkaar! We mogen niet bij elkaar in de buurt, kijk uit. Dat was 3. 1, 2, 3, 4, 5. Het is voor allebei op kop. En Rudy en Geert met 5. Kom ook door de bal. Het is natuurlijk een hele moeilijke periode, maar dit is wel de dag van je leven. Ik heb nou al mijn dag van mijn leven. 2 pogingen om 5 te verbeteren van Geert en van Rudy. Nou, dat moet toch kunnen? Ik denk het wel. Zet hem op. Ja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21. Nou, je bent in ieder geval, sta je bovenaan. Poging 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Alles in balans. 43, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 51, 52, 53, 54 voor Rolf. En we hebben een nieuwe koploper. Rolf Hofstegen. Geweldig. Dit was dan de allereerste keer GOMOS TV. Ontzettend leuk om te doen. Met 3 echte toppers van GOMOS en volgende week komen we weer terug.